Wij bij Etulipa maken we reflectieve displays. Dat is, die ontwikkelen we. En reflectieve displays, dat zijn displays die licht reflecteren en niet licht geven. We staan hier in de volle zon. Nou, je hebt waarschijnlijk nooit een display gezien die in de volle zon zo makkelijk leesbaar is. Vooral in de Verenigde Staten zijn veel van die zwart-witte borden, waarbij mensen een wit bord hebben, zwarte letters erop plakken of erop zetten. Die willen ze naar digitaal. Dan de enige oplossing daarvoor is eigenlijk ledschermen, die geven licht. En wat je ziet is dat bij kerken, scholen en dergelijke, vooral in gebieden waar mensen wonen, dat die ledschermen niet mogen. Dit scherm is net zoals papier, geeft geen licht, het is niet intrusief zoals dat heet, is niet, je hebt geen lichtvervuiling. Grote reclameschermen, die verbruiken net zoveel energie als tientallen huizen. Dus je ziet hier die letters schakelen, dat gaat allemaal op een klein batterijtje. En we zouden hier ook heel eenvoudig een zonnecel erbij kunnen gebruiken. Wij zijn hier in de cleanroom van Etulipa. Wij maken hier de bipanes. En bipanes, dat is eigenlijk een soort sandwich van twee glasplaatjes met daartussen onze geheime vloeistofjes. Hier testen wij, na het maken van het product, testen wij op de, wat je onmiddellijk kunt zien. Dus hoe wit is het product, hoe zwart is het product, als het een zwart-wit is. Hoe snel schakelt het product. Dan hebben we de basis hebben we al te pakken. Maar om te bewijzen dat iets een jaar of 10 jaar blijft werken, ja, dan moet je bij hoge temperaturen of onder speciale klimaatcondities testen. En een daarvan die doen wij hier, dat is een hoge temperatuurtest. Het unieke van deze technologie is, in de zwart-wit toepassing, niemand kan zo zwart maken zoals wij. Wat ook niemand kan in reflectieve displays is heldere kleuren maken. En wat wij hebben is ook wit papier, dan cyaan, magenta en gele lagen. Waar inkt zitten die we kunnen schakelen, dus klein en groot maken. En door dat slim te variëren, kunnen we alle kleuren van de regenboog maken. Deze technologie, de basis daarvan, is eigenlijk al meer dan 10 jaar geleden op het NatLab hierachter bedacht. Dat heeft nogal wat tijd gekost om dat goed te krijgen. Nou, zover zijn we nu. En nu zijn we ook bezig om in Taiwan bij een LCD-fabrikant deze tegeltjes die het scherm vormen, om die in grote getalen te laten maken. Ons einddoel is dat je gewoon grote objecten de kleur en de vormen kunt geven die je wilt.